Goedemiddag en hartelijk welkom bij Buitenhof, het interview- en discussieprogramma van Nederland 3. We hebben vandaag één gast, maar niet de minste. Onze premier Jan-Peter Balkenende. En we hebben nog een gast columniste, en dat is Jolande Withuis. En zij gaat het hebben over een andere premier, Willem Drees. Maar goed, hartelijk welkom. Goedemorgen. Mag ik om te beginnen drie stellingen aan u voorleggen? De ene, enquêtes over mijn persoon laten me onverschillig. Twee, ze moeten me nemen zoals ik ben. Drie, ik zal wat meer van mezelf laten zien. U mag kiezen. Zullen we de laatste maar eens nemen? Dat lijkt me een hele goede start van dit interview. Dan heb ik er nog eentje. Binnenkort heeft de KRO een programma en dat gaat onderzoeken wie wij vinden dat de grootste Nederlander aller tijden is. En mijn vraag is, wie moet wat u betreft bovenaan staan? U mag kiezen tussen Anne Frank, Pim Fortuyn, Rembrandt van Rijn of Abraham Kuyper. Ik denk met deze lijst dat Anne Frank me zeer aanspreekt. Omdat het een meisje was dat heel veel meemaakte, haar gevoelens naar voren bracht en die ook heel veel heeft betekend internationaal. Ik was vorig jaar in Washington, dan ook wel een expositie over haar gezien. Ja, het blijft indrukwekkend. Abraham Kuyper spreekt me natuurlijk aan vanuit de politieke traditie. Maar ja, voor iedereen die dat niet praat heeft. Misschien mag ik. Hij is de oprichter van de Vrije Universiteit, die gestudeerd heeft. Nou, ik denk dat één naam ontbreekt en die zou misschien ook wel genoemd mogen worden. Dat is Willem van Oranje. Daar zou ik eigenlijk in eerste instantie aan denken. Want, zou u bovenaan zitten? Ja, ik denk het wel. Want je praat dus over vrijheid van Nederland. Je praat over een strijd tegen onderdrukking. Een strijd voor vrijheid van de bevolking. Dat deed Willem van Oranje vanuit een geprivilegeerde positie. Hij was een prins. Ja. Ja, en zetten ze toch wel in voor de vrijheid van Nederland. Ik vind dat een grootse prestatie. Ja, u noemt Pim Fortuyn niet. Ik vind Fortuyn is belangrijk. Waarom? Omdat hij gevoelens bij de Nederlandse bevolking heel duidelijk naar voren heeft. Maar hij komt niet in de top 5. Als we praten over de grootste Nederlanders, dan weet ik het nog zo niet. Nee. U bent zelf niet eens genomineerd. Is dat een onrecht? We zijn nog maar net bezig als premier. Oh, ik dacht met dit interview. Is volgens u de mens geneigd tot het goede of het kwade? Ik denk dat mensen graag het goede willen. Maar dat we ook eerlijk moeten zijn dat er ook de nodige problemen zijn. En je moet soms ook wel eens een keertje wat kritisch zijn. Want dingen gaan lang niet altijd goed. Maar principieel, geneigd tot het goede, denkt u? Nou, kijk, de catechismus waar u op doelt. Ja. Daar is de sprake van dat de mens geneigd is tot alle kwaad. Bedunkt. En ik vind dat wel een erg somber beeld. Dus u wilt dat graag bijsturen? Nou, ik geloof dat er de meeste mensen die willen juist wel het goede. Die willen een goede samenleving, een vreedzame samenleving. Waarin ze respectvol met elkaar om kunnen gaan. Ik denk dat toch het beeld is dat toch de meeste mensen kenmerkt. Wat voor rol vanuit deze visie moet een politiek leider hebben? Ik denk vooral het hebben van visie. Toekomstoriëntatie, weten wat je met een land wilt. En je zult ook bindend moeten zijn in de richting van je eigen kabinet. Zorgen dat er als team kan worden geopereerd. En vooral ook dat de agenda die je voor hebt genomen, dat die kan worden gerealiseerd. Ja. U zegt, je moet bindend zijn. Ik neem aan dat u dat ook bedoelt, niet alleen voor het kabinet, maar voor de hele samenleving. Ja. Ja. En dan kom ik toch even terug op die enquête. We zullen het er niet te lang over hebben, want er is al heel veel over gezegd. Daaruit blijkt juist dat 80% van u niet als een bindmiddel voor de samenleving ziet. Dus dan is er iets niet goed gegaan in dat politiek leiderschap waarvoor u dat als criterium aanlegt. Ja, natuurlijk zie ik ook de cijfers en elke politicus wil op een gegeven moment hogere cijfers, dat begrijp ik ook. Ik kan wel overigens de tendens wel plaatsen, ik heb er wel begrip voor. Datgene wat mij nu overkomt met een peiling als deze, is natuurlijk precies hetzelfde wat een Tony Blair en Gerhard Schröder overkomt, of een Raffarin in Frankrijk, of een Schuster in Oostenrijk. We zien op het ogenblik dat in heel veel Europese landen gewerkt moet worden aan structuurhervorming, aan verbetering, aan aanpassingen van sociale zekerheid en pensioenstelsels. En dat wordt je niet altijd in dank afgenomen. Dus dit fenomeen dat zien we eigenlijk breder. Ja, toch. Je kunt zeggen dat is vertalen naar het beleid. Hè? Mm-hmm. Maar deze enquête ging ook een beetje over de persoon. Zulke triviale dingen als zou ik bij hem op de koffie willen, heeft niet te maken met het feit of u nou wel of niet soldaten naar Irak stuurt. Dus dat heeft iets te maken met waar we het over hadden. Kunt u niet iets meer van uzelf laten zien, toch? Ja, maar ik heb natuurlijk altijd ook gezegd toen ik politiek leider werd van het CDA. Het gaat me niet in eerste instantie om mijn eigen persoon. Ik praat graag eerst over de inhoud. Wat wil je bereiken, je strategie? Ja, en zodat je een team verwant kunt opereren. U wilde bindend zijn, dus dan heb je dat nodig, denk ik. En dat is ook zo. En dat betekent, je wilt bindend zijn omdat je perspectief wilt bieden. En dan zie ik best dat er op het ogenblik moeilijke maatregelen moeten worden genomen. En ik zie ook best de gevoelens bij de bevolking dat het dat wel eens pijn doet. Ja. En dat ook sommige zaken niet altijd begrepen worden. Dat betekent dat u de strategie gaat veranderen?
veranderen, zodat u die cijfers in gunstige zin kunt beïnvloeden? Ik denk dat cijfers vanzelf gaan veranderen wanneer mensen overtuigd raken van de noodzaak van verandering in het beleid. Gaat u daar iets aan bijdragen? Door, nou, u zei net nou, zelf geeft, iets geeft, meer van mezelf nou, laten u zien. Geeft, u geeft al een goede kans vandaag. Oké. Bewondering hebben mensen voor het feit dat u ondanks al dit soort gedoe over uw persoon onaangetast lijkt, onverschillig blijft. Is dat ook zo? Bent u een bijtertje? En zo ja, waar komt dat vandaan? Nou, ik ben niet onverschillig, denk ik. Want, dat lijkt wel zo. Kijk, als je natuurlijk op een gegeven moment de kritiek is, of is een opmerking, natuurlijk hou je er rekening mee. Ik ben ook gewoon een mens van vlees en bloed, zo is het natuurlijk wel. Maar je hebt in dit vak wel ruggengraat nodig. Je moet wel stevig in je schoenen staan, anders hou je het niet vol. En waar komt die ruggengraat vandaan? Want die heb je niet automatisch, lijkt me. Ik denk, dat hangt samen denk ik, met je politieke overtuiging. Weten wat je wilt. Voor mij hangt zelf ook samen met mijn geloof. En ik denk ook vooral dat... Hoe zit dat? Wat is het verband tussen het geloof en het feit dat je ruggengraat hebt? Nou, weten waar je voor staat. Weten dat jij als persoon op een gegeven moment niet de belangrijkste bent. Je doet het... Dus nederigheid, zeg maar. Nou ja, een stuk betrokkenheid op de samenleving. Want kijk, het werk wat je doet, het kost gigantisch veel tijd. Je hebt soms te maken met bedreigingen, noem alles maar op. Dat is geen eenvoudige baan. Mm-hmm. Maar je doet het omdat Nederland je ter harte gaat. Omdat je oog wilt hebben voor de toekomst van Nederland. Ja, want het hadden andere premiers ook. Joop den Uyl had dat, die had ook een visie en... En Lubbers had dat, die moest ook bezuinigen in het begin. Bedoel, en ja. Toch hadden ze dat, ja, laten we zeggen, dat natuurlijk gezag of zo. En, ja, maar, ik vind het ding als gezag, het is heel makkelijk om te zeggen van wel of geen gezag. We zien bij tal van politici dat ze in het begin vaak moeilijk hebben. Dat geldt bijvoorbeeld destijds voor Van Acht toen hij begon. Lubbers heeft heel wat over zich heen gekregen. Ik herinner me ook de moeilijke tijd die Wim Kok heeft gehad. En zeker in een tijd waarin het niet gemakkelijk is, dan zul je er gewoon hard aan moeten werken. De Maxime Verhagen, de fractieleider van het CDA, uw partij, die zegt... ja, het komt ook omdat Balkenende laat te weinig van zichzelf zien. Met andere woorden, hij laat ook te veel anderen, ministers... Zalm, De Geus, Verdonk... te veel de ruimte om het kabinetsbeleid te presenteren... wat voor een deel hij zelf zou moeten dienen. Ja. Gaat u dat ook veranderen? Nou, wat, misschien goed om eerst te zeggen dat Maxime Verhagen heel duidelijk heeft aangegeven... dat hij zeer te spreken is over de voortgang van werkzaamheden. Het kabinet is gewoon goed bezig, allerlei veranderingen. Die zijn, ja. dat loopt goed. Maar het ging weer even over... En dan zegt hij vervolgens van... de premier die zal meer dingen wat naar zich toe kunnen trekken. Nou, dan zeg ik dan op mijn beurt tegenover... dat ik juist van groot belang vind dat je als team opereert. Dat je eenheid hebt... in je kabinet. En dat betekent ook dat je ook ruimte geeft aan je provincie. Dus gaat dat niet veranderen? Nou kijk, mijn taak is denk ik niet om nu direct me te gaan richten op de afzonderlijke dossiers en de beleidsterrein van de bewindslieden. Want dan die mag doen dat u goed. Een voorbeeld geven? Maar dat is wel iets anders. En dat is wel mijn taak. Als je praat over de algemene oriëntatie in het beleid. Van waarom voeren we het beleid van herstel dat nu nodig is voor de toekomst van Nederland. Daar heb je een rol in te vervullen. Dat doe ik bijvoorbeeld ook bij de algemene politieke beschouwingen. In de Eerste en de Tweede Kamer. Maar daar zijn we allemaal niet bij. Ik bedoel, er komt wordt wel een leuke samenvatting van gegeven. Dat is wel jammer. Ja, maar goed, dat is niet de regel, want die zaal is niet groot genoeg. Dus u moet dat natuurlijk naar buiten toe brengen op een manier die niet helemaal wordt overgelaten aan anderen. Zalm wordt algemeen gezien als de grote man in het kabinet. Dus de vraag is of u Verhagen naar de zin zal maken en iets meer zelf dat naar u toe zal trekken. Kijk, we zijn nu bezig dit eerste jaar van het kabinetsbeleid om de zaak in de stijgers te zetten. En ik denk dat het ook goed gaat. Er wordt heel veel op het ogenblik op de rails gezet. Omdat wij van overtuigd zijn dat we zaken vooruit moeten krijgen. En dat zal ook gaan lukken. Natuurlijk is het zo dat je ook het verhaal achter die afzonderlijke maatregelen moet gaan vertellen. Want het is vaak zo dat we een incidentendemocratie hebben. We praten over aparte dingetjes. Terwijl het natuurlijk vooral gaat om de vraag, wat is het grote verhaal achter die moeilijke maatregelen? Nou, dat probeer ik zoveel mogelijk te doen. Daar heb je je wekelijkse gesprekken voor met de minister-president. Je kunt interviews geven. Je houdt je inleiding, je hebt je spreekbeurt. Je discussieert met mensen, je gaat ook het land in. Nou, al die zaken zijn nodig om het verhaal voor het voetlicht te krijgen. Nou, laten we een voorbeeld noemen. Er is van alles te doen op het ogenblik met de sociale partners. De vakbeweging mort over het gebrek aan voortgang in de onderhandelingen met het prepensioen. En u dreigt dan weer... dat als die loonmatiging, als die niet doorgaat, dat er weer van alles zal worden teruggedraaid in de plannen. Dat zijn dingen die Zalm en De Geus regelen. Vroeger, zeiden die sociale partners, toen was er nog wel eens een premier en die nodigde ons uit naar het torentje. Zei, kom op jongens, kunnen we dit of dat? Balkenende blijft wat dat betreft onzichtbaar, horen wij. Ja, maar zo ligt het ook niet. Bij die onderhandelingen heb ik eigenlijk een voortdurend contact met de bewindslieden, maar ook met de vertegenwoordigers van sociale partners. De vraag is, wanneer komt de premier in beeld? En ja. Het is het hebben vorig jaar ook zo gedaan. Voorwerk wordt gedaan door met name de minister van Sociale Zaken. Maar ja, wij hebben op dat soort momenten gewoon dag in dag uit contact, soms zelfs uur in uur uit. Maar is het nu niet bijvoorbeeld het moment om dat te doen, de premier in beeld te krijgen? Want het staat op springen.
Nou, ik heb afgelopen vrijdag nog eens aangegeven, of afgelopen donderdag, dat natuurlijk onze hoop altijd is om samen met sociale partners eruit te komen. Alleen, het moet wel mogelijk zijn. En wat is nu eigenlijk de situatie? We zeggen, wil je nu dat Nederland meer gaat participeren wat betreft arbeid? Dan heb je meer mensen aan de slag nodig, ook in de groep 55-65. Waarom? Omdat met name de jongere generaties in de toekomst een financiële last zullen gaan krijgen die niet te dragen is. Dan mag je ogen niet voor sluiten. Dat betekent dat we een verandering van structuur moeten aanbrengen. Nou, we hebben als kabinet voorstellen gedaan. We hebben op 8 april een handreiking gedaan. We zijn, denk ik, de sociale partners ver aan tegemoet gekomen. Zelfs van de kant van het CNV en VNO werd gezegd, nou, het is een enorme stap in de goede richting. Wat hebben we daarna gezien? De FNV kwam met een eigen plan, samen met nogal wat oppositiepartijen. En we hebben gezegd, in april willen wij dat de zaak wordt afgerond. En wat is de conclusie? De Stichting van de Arbeid heeft niet een reactie kunnen formuleren op onze plannen. Dat vind ik erg jammer, geen misverstand erover. Want ik heb liever dat we eruit kunnen komen. Alleen, wat we niet gaan doen als kabinet, dat is zeggen van, nou ja, het is nu niet gelukt, we wachten maar weer eens een aantal weken. Nee, we moeten wel door. Ja, laten we eventjes naar een actueel punt gaan. Gisteren heeft de Partij van de Arbeid een nieuw beginselprogramma geformuleerd, althans naar buiten gebracht. En daar staat onder meer in, ik noem twee cruciale zinnen, wij geven gemeenschapsvorming, maatschappelijke samenhang en publieke moraal betekenis zonder paternalisme of benepenheid. Voelt u zich aangesproken? Nee. Het eerste deel, dat klinkt goed. Maar paternalisme en benepenheid, als u daar doelt, ja, voelt me uiteraard niet aangesproken. Het is natuurlijk wel onverholen kritiek op het huidige kabinetsbeleid. Ja, maar dan moet de heer Bosma eens aangeven wat hij precies bedoelt met paternalisme. Ik heb inderdaad heel veel aandacht gevraagd voor waarden en normen. Niet omdat ik dat belangrijk vind, of omdat ik daar iets mee heb, maar omdat het vooral betreft de vraag, hoe gaan mensen met elkaar in dit land om? Is er respect van de een voor de ander? Wat betekent solidariteit? Wat betekent verantwoordelijkheid? Ja. Wat betekent hufterigheid in de openbare ruimte? Ja. Nou, maar weet daarom, u wat hij daar tegenover zit? Dan zegt hij, is het dan fatsoenlijk om het ziekenfondspakket uit te kleden? Dat vindt hij dan weer belangrijke normen. Ja, maar het gaat om paternalisme en benepenheid. Ja. En ik neem echt vierkant afstand van de term paternalisme. Want wat doen we nu juist als kabinet? Dat we zeggen, waarden en normen is een zaak van de samenleving zelf. Daar heb je scholen voor nodig, sportorganisaties. Maar een ander voorbeeld, een concreet punt. Op het ogenblik zien we een geweldige uitval van leerlingen in het VMBO. Een punt van grote zorg. Nu zie je initiatieven, bijvoorbeeld in Rotterdam, dat bedrijven deze leerlingen gaan begeleiden, daar scholing geven en op die manier iets te doen aan motivatie van jonge mensen. Dat vind ik een prachtige voorbeeld en dat heeft ook alles te maken met waarden en normen. Ja, ik kom straks terug op die normen en waarden, want er zijn er nog een heleboel. En misschien nog wel belangrijker dan u al noemt. Maar even terug naar een andere zin uit dat beginselprogramma van de Partij van de Arbeid. Een fatsoenlijk bestaan voor iedereen. En dan kom ik toch even terug het uitkleden van het ziekenfondspakket. Betekent dat nog wel een fatsoenlijk bestaan? Dit is natuurlijk toch een verkeerde beeldvorming. Het is niet het uitkleden van het ziekenfondspakket. Het is onder ogen zien dat wanneer wij niets doen aan ons stelsel van gezondheidszorg, dat we op termijn een gigantisch probleem gaan krijgen. Want we moeten niet alleen denken in termen van hier en nu. Ik wil ook dat over 5, over 10, over 20 jaar er een stelsel van zorg is dat het mensen ten goede komt. En met name de zwakste groepen. En weet u hoe het nu op het ogenblik gaat? Als je het huidige stelsel gewoon overeind wil houden. Dan heb je een jaarlijkse groei nodig van 3%. Dat hebben we niet. Maar dat betekent, als ik u mag onderbreken, want ik wil het een beetje concreet maken. We hebben de afgelopen dagen veel mensen gelezen in de krant, op de radio gehoord. Die zeggen, wij hebben een gehandicapt kind. Dat zit in een inrichting ergens in Twente. Wij wonen in de Randstad. Nu wordt die taxi niet meer vergoed. Dan kan ons kind maar 1 keer in de 2 weken komen in plaats van 2 keer per week. Dat zijn toch dingen waarvan ik me kan voorstellen. Je zegt, ja, dat is niet meer een fatsoenlijk bestaan voor iedereen. De realiteit dat je oog moet hebben voor de bestendigheid, de houdbaarheid van het stelsel, is een realiteit voor iedereen. Ook voor de heer Bos. En ik denk dat het huidige stelsel, waar al heel lang over is gesproken, en natuurlijk had in het verleden al maatregelen genomen moeten worden, want we hebben te lang gewacht met deze discussie. En ik denk dat van dit kabinet in ieder geval gezegd kan worden dat wij de moed hebben om de zaak eerlijk aan de orde te stellen, om te werken aan een houdbaar systeem. En dan moet je altijd oog hebben voor wat is verzekerbaar, wat is niet verzekerbaar. Wat zijn de kwetsbare groepen? Ja, nou, ik noemde er een. Ja, maar wat hebben we nu vorig jaar eens gedaan? Laat ik eens een voorbeeld noemen. Er was natuurlijk kritiek van hoe zit het met de inkomens tegemoetkomen, inkomenscompensatie van mensen die te maken hebben met de zorgkosten. We hebben als kabinet een regeling in het leven geroepen, een verzilveringsregel, waardoor mensen compensatie krijgen die ze vroeger niet hadden. We hebben een 110 miljoen ingezet, juist als tegemoetkoming voor degenen die de moeilijkste situaties meemaken. Wij sluiten onze ogen niet voor de kwetsbare groepen. Alleen, wij moeten een systeem hebben
dat op langere termijn ook kan worden gehandhaafd. En ja, dat is het punt van zorg. En als je zegt van... Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Nou nee, zo bedoel ik... Nee, zo mag je nooit zeggen. Je moet altijd oog hebben voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Maar tegelijkertijd, en dat mag ook wel gezegd worden, moet je ook kijken van, wat is nu de eigen verantwoordelijkheid van mensen zelf? Hoe kunnen mensen zelf ook een stukje extra ruimte krijgen, ja, voor verantwoordelijkheidsbesef in de sfeer van de gezondheidszorg? En dat veronderstelt dat je de systemen die in het verleden hebben bestaan, toch eens even in het licht moet houden. Ja. En die zijn bijvoorbeeld door de Partij van de Arbeid te lang in stand gehouden, bedoelt u? Nou, ik denk dat de discussie over de zorg te lang op zijn beloop is gelaten. Want we weten allemaal dat Nederland vergrijst. En nu gaat er nu eindelijk iets aan doen. Het moet ook. Ja. Normen en waarden, daar hadden we het over. Zullen we het over, met alle respect voor het VMBO, het is een heel belangrijk onderwerp. Mm-hmm. Maar er zijn nog in het oog springende normen en waarden. Bijvoorbeeld die extreem hoge salarisverhoging bij ING. Waar onze voormalige premier Wim Kok nog van alles mee van doen heeft. Hoe kijkt u daar tegenaan vanuit normen en waarden gerekend? Nee, ik vind het fout. En ik heb al vaker. Wat doet u eraan dan? Nou, bijvoorbeeld als kabinet hebben we al eerder gezegd in debat, wij vinden dat de inkomensontwikkeling meer transparant moet zijn. Ja. Dus dat je gewoon dat is het, want het is 60%. Maar dat gebeurt nog niet overal. Dit geval wel. Ja. Dat is ook zo. Maar kunt u er iets aan doen? Nou, we hebben bijvoorbeeld ook gezegd, zorg nu dat de macht van de aandeelhouders wordt vergroot. Wanneer het gaat om die inkomensontwikkeling. Ja, die vinden het helemaal geen punt. Want die denken, maar er zit eigenlijk toch een heel ander probleem feitelijk bij. En dat doelt u natuurlijk op. Er wordt vaak gezegd van waarom moet die salarissen zo hoog zijn? Dat is omdat de salarissen in Nederland vergelijkbaar moeten zijn met die in andere landen. Ja, dat is het standpunt van Wim Kok ook. Ja, nu, en ik denk dat dat niet juist is. Want als je nu ziet de niveaus van salarissen, die zijn buitengewoon hoog in Amerika. Ook in Engeland zijn ze hoog. En dan zit Nederland geloof ik op een goede derde of vierde plaats. Dus ik denk niet dat je kunt zeggen dat bij ons klagen is. Maar er speelt iets anders. Op het moment dat je zegt tegen je eigen werknemers, je moet matigen. Want inkomensmatiging en een gematigde loonontwikkeling is van belang voor onze concurrentiepositie. Mm-hmm. Als je dat zegt, dan moet je ook kijken wat jouw rol is. En dan heb je ook een soort voorbeeldfunctie. Dus wanneer we nu een koppeling leggen tussen waarden en normen en de inkomensontwikkeling, dan zeg je, ik vind dit een fout voorbeeld. Het is duidelijk en heel anders dat van Wim Kok, hè? Gek genoeg. Ja, dat is zijn verantwoordelijkheid. Ik weet dat mijn voorganger wel eens heeft gesproken over excessieve zelfverrijking toen hij premier was. En u kunt deze draai niet begrijpen. En hij is nu commissaris. Maar goed, dat moet maar aan hem worden gevraagd hoe hij tegenaan kijkt. U begrijpt het niet. Ik vind dergelijke salarisontwikkeling in een tijd dat het slecht gaat, waarin je veel verwacht ook van je en verlangt van je eigen medewerkers, dan zijn dit toch wel excessieve ontwikkelingen. Ja. Ander punt, die coffeeshops, hè? Nederland gedoogd coffeeshops, daar krijgt u nog mee van doen straks als u in Europa al die andere regeringsleiders spreekt. Die hashish en die wiet blijken van een kwaliteit. Mm. Nou, dat is bijna harddrugs geworden. Toch wordt in Nederland die coffeeshop gedoogd. Normen en waarden. Ja, dat is natuurlijk de vrucht van een lange politieke discussie in Nederland. U weet dat sommige partijen hebben gezegd, je zou moeten streven naar een nuloptie. Maar dat is natuurlijk... Die partij is de uwe namelijk. Nou, dat is wel eens gezegd, maar dat weet ik ook wel, dat in de praktijk zal dat ook niet lukken. Anderen hebben gezegd, van je zou moeten werken aan een volledige liberalisering. Ja. Geef alles maar vrij. Gisteren nog commissaris Van Ries uit Amsterdam. Ja. Die zei, we moeten er zelf trots op zijn. Ja, en ik denk dat we toch op moeten passen om het zo gemakkelijk te zien. Los van de buitenlandse omgeving. De andere landen begrijpen het niet allemaal. Maar dus, kunt u er wat aan doen? Nou ja, kijk, je kunt natuurlijk in ieder geval zeggen van coffeeshops in de buurt van scholen, plekken waar jongeren zijn, dat moet niet. En dat gebeurt gelukkig ook. Mm-hmm. Je moet ook proberen te zorgen dat in de grensstreken de zaak beheersbaar is. Want het leidt tot een hoop ellende en overlast. Maar dat is echt iets veel belangrijker dan alleen de coffeeshops. Dat is namelijk hoe functioneren drugs in het leven van met name jonge mensen. En dan zie je toch hele schrijnende gevallen. En drugs, softdrugs, worden ook steeds zwaarder wat betreft het gebruik. Worden ook riskanter. Nou, en u kijkt toe, of niet? Nee, je kijkt niet toe, want ik praat u niet voor niets over en waar en waar en ook over drugsgebruik. Ja, kunt de jongeren niet overtuigen, dus u zult maatregelen moeten treffen. Nou, kijk, we hebben wel eens gezegd van de overheid moet geen dubbele signalen geven. Je hebt van die parties gehad, de ecstasy parties, mm-hmm. En wat zei de overheid dan? Dan gaan wij nu die pillen testen van wat wel en nog wat niet kan. Nou, dus dat is nu een voorbeeld van onbegrepen gedrag van de overheid, want als je aan de ene kant iets verbiedt, aan de andere kant ga je testen, dat begrijpt niemand. En past dat nou eens toe op wat u nu van die... Ten aanzien van de coffeeshops zou het natuurlijk mooier zijn als je zaken zou kunnen verminderen. Maar nog veel belangrijker is dat je werkt aan een situatie dat ook mensen ervan bewust zijn dat het beter is om het spul niet te gebruiken. En dat begint toch ook een beetje wat je thuis meekrijgt in je opvoeding, wat je op scholen krijgt. Nu weet ik, het is een idealistisch verhaal. Dus je zegt tegen die ouders, let eens op wat die jongens zowel... Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Die ouders denken, ja... Dacht u nu werken? Ik heb hele trieste verhalen gehoord hoor, van ouders met kinderen die op een gegeven moment zich dag in dag uit inzetten voor de kinderen, maar gewoon zien dat die kinderen kapot gaan. Ja. Dat is een realiteit. Mag je ook in ieder geval slapen? Die Murat had, als ik het goed begrepen heb, dat soort drugs op.
Nou, dat geeft dus precies aan. Ja, maar ik vraag aan u, ik ben geen regeringsleider, bent u, dus u moet er iets aan doen. Nee, maar als u destijds al hebt gezegd van, kijk, coffeeshops is fout. Zorg dat verslaving wordt tegengegaan. Pak de criminaliteit aan. En in ieder geval, ga nu niet praten in termen van, legaliseer het maar, want daarmee haal je het probleem niet dus weg. Dat zal nooit gebeuren, zolang u er zit. Als het aan mij ligt niet. Nee. Derde punt, ook niet onbelangrijk, het gedogen van abortus. Dat wil zeggen, er is een wet. En die heeft geregeld dat vrouwen in een noodsituatie geholpen kunnen worden. En dat leek een hele tijd goed te gaan in die zin dat het was geen hoog percentage en bleef stabiel. Maar dat gaat enorm groeien. Maakt u zich er geen zorgen over als het gaat om normen en waarden? Ik maak me zorgen erover. Kijk, we hebben natuurlijk een lange politieke discussie gehad over abortus. Er is een compromis uitgekomen. Ik heb me wel zorgen gemaakt, en doe ik nog steeds, over de manier waarop de wet wordt uitgevoerd. Een bekend voorbeeld. We kennen een wettelijke bedenktermijn. En soms wordt daar toch een beetje de hand mee gelegd. Vrouwen moeten eerst een aantal dagen wachten om dan Dat gebeurt natuurlijk niet. Die hebben heus wel lang genoeg nagedacht. Ja, kijk, en om die reden is ook opgenomen in het hoofdlijnenakkoord, het akkoord van het kabinet, van de regeringscoalitie, om te zeggen van we willen een evaluatie van de hele praktijk om te kijken hoe zit het. Goed, stel nou dat blijkt wat je hier en daar leest, dat vooral een toevloed van allochtone vrouwen is. En dat percentage stijgt en dat die wetgeving inmiddels zo liberaal wordt gehanteerd. Dat het niet op gespannen voet staat met de oorspronkelijke bedoeling. Wat dan? Kijk, wanneer de praktijk op gespannen voet komt met de oorspronkelijke bedoeling, dan begint natuurlijk eerst met handhaven. Zaken in beeld krijgen. En de lange tijd heb ik toch een beetje dit gedaan. Maar hoe ziet u dat in de praktijk? Nou, ik heb als verslaggever nog eens meegemaakt dat de politie onder leiding van Acht over de Bloemenhoofdkliniek binnenviel. Ja. Ik neem aan dat u dat tevreden niet wil herhalen. Kijk, wanneer je praat over een evaluatie, dan moet je wel weten wat gebeurt er nu in de praktijk. Dat betekent, er zullen natuurlijk dan bezoeken worden afgelegd. Je gaat naar hoe zit het met die praktijk van de bedenkentermijn. Hoe zit het met de naleving van wettelijke regels? Nou, als dat de situatie is, is het al een winst, want de zaak wordt bespreekbaar gemaakt. Wat heb je in het verleden gezien? Nederland heeft een tamelijk liberale wetgeving, maar de praktijk was altijd beperkt, ook ten opzichte van andere landen. Hoe kwam dat? Omdat wij in Nederland ook een debat hebben over beschermwaardigheid van het leven en je gaat niet zomaar een abortus toepassen. Nu zien we met name onder allochtone vrouwen een toename. Ik vind dat een punt van grote zorg. Daar geldt ook weer voor. Voor een deel is het een kwestie van wetgeving, maar het is ook een kwestie van dialoog, gesprek, erover praten, zaken bespreekbaar maken. Dus het is niet alleen een kwestie van wetgeving. Het is ook iets wat bij mensen tussen de oren zit. Ja, waar wou u dat doen, dat bespreekbaar maken bij allochtone vrouwen? Ik ben de laatste in Utrecht geweest. Ik heb daar hele interessante gesprekken gehad toen over het onderwijs. Ik denk dat je heel goed met elkaar in contact kunt komen, ook over deze moeilijke zaken te spreken. En ook gewoon eens de vraag van wat zit er nu in uw groepering erachter dat die ontwikkeling zo gaat toenemen. Ja. Normen en waarden. Als we het daarover hebben, hebben we het dan over de normen en waarden van de meerderheid of van de minderheid? Dus dat is moeilijk te zeggen. Want waarden en normen, dat is iets van de samenleving zelf. En je hebt een tijd gehad waarin Nederland altijd pluriform is geweest, met de traditionele verzuiling. Mm-hmm. We hebben nu een heel andere samenleving. Maar belangrijker is eerlijk gezegd om te zeggen van wat is eigenlijk de eenheid die je nodig hebt om pluriform te kunnen zijn. Maar als nou die normen en waarden van de ene groep conflicteren met de andere, wat dan? Ik bedoel, laat ik een voorbeeld geven. Er is in Amsterdam af en toe een gay parade. Dus dan zie je alleen maar homoseksueel op een bootje staan en allemaal dingen doen waar een meerderheid van Amsterdam niet zo enthousiast over is. Wat moet je dan doen? Moet de burgemeester dan zeggen, nou, normen en waarden van de meerderheid zijn dat we dat niet moeten doen en verbieden die handel? Ja, nou kijk, in Nederland hebben we een recht. Wat zou je doen dan? Nou kijk, dus het is een beetje lastig om wat een gay parade nu even te zien in termen van de norm van de ene groep, homoseksuelen, die strijdt met anderen die het gewoon maar niks vinden. In Nederland is het zo dat wij een groot goed hebben, namelijk vrijheid van meningsuiting. Je mag pluriform zijn in Nederland. Dat is een onderdeel van onze rechtsstaat. En wat geldt dan? Op het moment dat zaken in strijd met de openbare orde en zeden zijn, dan heb je gewoon de strafrechtelijke weg. Ja, zou u in dit onderhavige geval vinden? Wanneer op een gegeven moment er sprake is van onoorbare uitingen. Weet je niet van tevoren? Dat weet je niet van tevoren. Dan kun je altijd zeggen van, dan past een strafrechtelijke sanctie, moet het Openbaar Ministerie aan de orde zijn. Dat is één. Twee, natuurlijk kun je maatschappelijk debat erover hebben. De organisatoren kun je nog vragen van wat gebeurt er allemaal.
En ik denk dat eerlijk gezegd ook de meest begaanbare weg is. En een burgemeester, die heeft natuurlijk wel tot taak om, wanneer toestemming verleent, om wel te zeggen tegen de organisatoren van, houd je wel aan de wettelijke regels. Ja, maar iedereen moet zich aan de wet houden. Dus dat is het punt niet. Dat gaat natuurlijk bij daarom is het normen- en waardedebat vaak zo vaag. Omdat dat is een regel, iedereen moet zich aan de wet houden. Maar daarnaast is nog een heel terrein waarvan je kan zeggen, ja, maar dat schendt mijn ideeën over hoe de Nederlandse samenleving qua normen en waarden uit zou moeten zien. En dat hebben we bij die GPR wel gehad, wat waren enorme discussies. Ja. Maar laten we talloze ingezonde brieven in de krant. Ja, oké. Nou, dan zeg ik van, wanneer de organisatoren de ruimte hebben om het te doen, dan is dat een gegeven, want die ruimte biedt de rechtsstaat. En is er wel alle reden, A, voor een debat, dat is prima. Een burgemeester die let op wat kan wel, wat kan niet. En als het over de schreef gaat, dan naar rechtsstaat. En mag ik een vergelijking maken met iets anders. Bijvoorbeeld die uitlatingen met de Altawit-moskee. Ja. Dat is ook zo'n voorbeeld waarin je zegt, daar gaan waarden met elkaar conflicteren. U heeft het over dat boek. Dat boek. Het boek De Weg van de Moslim wordt in een moskee verkocht. En daarin staan vreselijke dingen over homoseksuelen, vrouwen en noem maar op. Ja. En dan zeg ik, kijk, die uitlatingen die daar worden gedaan, die zijn strijdig. Gewoon met onze rechtsorde. Want het is een flagrante strijd met artikel 1 van onze grondwet. Dit is echt een vorm van discriminatie. Dan behoor je op te treden. En dan is vervolgens de vraag, moet dan zo'n moskee dicht? Want dat speelt ook in de politiek. Of begin je nu eerst maar aan de orde te stellen van, wat zijn de uitlatingen? Mm-hmm. Wat is de rol van het Openbaar Ministerie? En dat zal ook gedaan moeten worden. Om elkaar ook scherp te houden van wat wel en wat niet kan. Maar u was er als de kippen bij om te zeggen dat dat boek dat niet meer verkocht mag worden. En dat er een strafrechtelijke vervolging moet komen. Waarvan menigeen zich nog afvroeg, is dit niet het terrein van de rechter waar plotseling? Dat heb ik ook gezegd. Ik heb gezegd, het Openbaar Ministerie moet natuurlijk onderzoeken. Hoe het met die uitlatingen is. Ja. Is sprake van medeplichtigheid? Hoe zit dat? En als op een gegeven moment er een belemmering zou zijn voor een rechter om te komen tot een veroordeling, dan moet je nog opnieuw eens naar je strafrechtssysteem kijken. Ja, maar dat klonk zo van, als de rechter mijn zin niet doet, dan zullen wij wel zorgen dat de wet zo veranderd wordt dat de rechter wel mijn zin gaat doen. Maar ik denk dat niemand gelukkig kan zijn met dit soort uitlatingen. Nee, maar het is, we hebben wel scheiding der machten in Nederland. Dat is ook zo. Maar precies om die reden heb ik ook gezegd, ik ga nu niet interveneren in een strafrechtelijke zaak. Het is een eigen verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie. Dat zat er wel heel dichtbij, hoor. Nou, dat geeft wel een irritatie over. Ja, die was duidelijk, die irritatie. Wij hebben bij Nova hebben een aantal citaten uit de Bijbel gehaald die er ook niet om logen. Dat is ook zo. Maar ja, u gaat toch niet de kerk sluiten en de Bijbel verbieden? Kijk, er is wel een verschil tussen een boek dat in een heel andere tijd is geschreven en boeken die nu interpretaties geven en misschien aanzetten geven ook tot haat. En dat vind ik een heel andere dimensie. Waarom is dat een heel andere dimensie? Dat begrijp ik niet. Omdat wanneer je praat over de Koran of de Bijbel, die zijn een paar duizend jaar geleden tot stand gekomen. Ja. Je moet dat ook in het kader van die tijd plaatsen. Maar u bedoelt dat mensen de Bijbel niet letterlijk hoeven nemen? Ik vind bepaalde passages in het Oude Testament, die leent zich absoluut niet voor me, om hem toe te passen. Nou, dan zou ik meteen een strafrechtelijke vervolging indienen tegen degene die de Bijbel verkopen. Nou, dat zo ligt natuurlijk ook weer niet, want dit is een boek dat geduid kan worden vanuit de religieuze traditie. Iets anders is dat je in de samenleving van nu gaat zeggen van, met homoseksuelen, er mag het volgende mee gebeuren, gooi ze van een flatgebouw of zo. Omgekeerd, hè? En als dat soort dingen gebeuren, dan zeg je, ja, dat kan niet. Daar moeten we ons voor schamen. Ja, maar ook, nogmaals, in de Bijbel staat ook, ze moeten worden gedood. Ik zit hier niet letterlijk, maar... Dan herhalen we de discussie van zo even. En dat heeft u liever niet? Ik heb gezegd wat ik erover heb gezegd. Gaan we naar een ander punt. Ik wou het even nog over de monarchie hebben. Weet u ongeveer welk deel van uw tijd verloren gaat? Nou, dat is nou onvriendelijk gezegd. Welk deel van de tijd u zich bezighoudt met de ministeriële verantwoordelijkheid? Oftewel met het Koningshuis? Wat denkt u? Zal het een tiende, een vijfde of een derde? Wat zal het zijn? Het doet me denken aan een discussie die ik heb gehad in de Eerste Kamer. Toen werd de vraag ook gesteld, geloof ik, van iemand van de kant van de SP. Er is ook al veel tijd besteed in het Koninklijk Huis. Toen heb ik gezegd, nou, ik werk 36 uur als minister-president. Per week. En je hebt daarnaast een hoop vrije tijd. Ik zeg dus een flink deel van van de monarchie gaat op in de vrije tijd. Ja, dus hij... Vindt u niet buitenproportioneel veel trouwens, gelet op het gewicht van andere taken? Ja, natuurlijk kost het tijd, maar dat is natuurlijk niet elke week hetzelfde. Want, niet buitenproportioneel? Ik wil niet zeggen buitenproportioneel. Het kost tijd, er zijn soms moeilijke onderwerpen, die hebben we ook meegemaakt. Er zijn soms ook hele mooie onderwerpen. Dat hoort gewoon bij je rol als minister-president. Ik vind niet je erover moet klagen. Nee, u heeft veel moeilijke onderwerpen meegemaakt. Denk even aan Margrietha, aan Mabel en Friso, noem maar op. En om daarvan af te komen, van al dat gedoe, zei Jeltje van Nieuwenhoven deze week, we kunnen het Koninklijk Huis nog wel verder verkleinen eigenlijk. Want we hebben nou Willem-Alexander en Amalia.
de volgende generatie zit wel goed. Waarom niet nog een veel kleiner koninklijk huis? Voelt u daar niet voor? Nou, we hebben nu net 2 jaar geleden de wet gewijzigd. We hebben nu de wet lidmaatschap koninklijk huis. Mm-hmm. En daarin is heel duidelijk aangegeven hoe het nu eigenlijk zit. Wat betreft de troonsopvolging, dan ga je naar de 3e graad. En het lidmaatschap van het koninklijk huis is gebonden aan de 2e graad. Maar al dat gedonder van de afgelopen jaren heeft u niet toegebracht om te zeggen, laten we nog maar verder... Ik heb destijds heel goed nagedacht over deze wet en over het lidmaatschap. En dan vind ik het eigenlijk een beetje dwaas om 2 jaar daarna nu te gaan zeggen van, we gaan dat nog eens anders doen. Ja. Nee, ik vind dat er dus een weloverwogen beslissing genomen met die wet. En laten we voorlopig maar zo laten. Ja. Dat is goed zo. En tot slot, al een beetje spijt gekregen van die uitdrukking, tegen onwaarheid is geen kruid gewassen? Die nogal harde uitspraak richting Meeuwen en Friesland. Ja, die is natuurlijk heel veel herhaald. Maar dat was wel in de context van dat moment. Het was pijnlijk. En we hadden toch te maken met een moeilijke discussie waarin de informatie niet juist en volledig was. Dat heeft iedereen pijn gedaan. En ik heb er mijn over gezegd. Ja, en daar heeft u niet een beetje spijt van? Nou, ik heb geen. Wat destijds is gezegd, daar heb ik geen spijt van. Want ik vond het voor iedereen vervelend. In de eerste plaats voor het paar zelf, maar ook voor de koningin, ook voor het kabinet. En wat ik eigenlijk niet goed vind, is dat we nu steeds terugkijken. Ik heb goede contacten met prins Friso en prinses Mabel. Vinden zij dat ook? We hebben laatst een buitengewoon interessant gesprek gehad over allerlei ontwikkelingen. En ook hierover? En ik kijk liever. Natuurlijk heb ik ook naar het verleden teruggekeken. En hoe ging dat ongeveer? Als ik nu zeg van dat ik vooruit wil kijken, gaan we daar eens niet over hebben. Ik heb met hun heel interessante gesprekken gehad over technologie, over internationaal strafrecht, over de waardenconferentie. Wat had Mabel te zeggen over het internationaal strafrecht? Dat ze daar buitengewoon in geïnteresseerd is. Maar laat ik daar niet te veel over zeggen, want dan ga ik te veel in de school klappen. Maar het was wel een buitengewoon leuk gesprek. Goed. We gaan het straks hebben over Europa. Nederland wordt voorzitter van Europa vanaf 1 juli. En u moet dan de Europese ministerraad voorzitten. En dat lijkt me een hele klus met, wat zijn het dan, 25 regeringsleiders. Ja. Hoe dat gaat, daar gaan we het straks over hebben. We gaan eerst naar onze andere gast, onze gastcolumniste, Jolande Withuis. Zij is verbonden aan het NIOD, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Zij is sociologe. En ze gaat het hebben over die andere premier die overigens wel is genomineerd bij de grootste Nederlander aller tijden, Willem Drees. Drees, dokter Willem Drees, sociaaldemocraat, minister-president en voor velen van uw vadertje Drees van de AOW. Kort geleden vroeg Vrij Nederland historici naar de hoofdfiguren uit onze geschiedenis. In die top 10 werd Willem van Oranje eerste, tweede werd Willem Drees, een vader des vaderlands en een vadertje. Ook ik had Drees genoemd, want belangrijk was hij. Maar dat vadertje, dat mag van mij wel weg. Dat is te aardig. Juist zo begin mei kan ik het niet laten een naargeestig stukje Drees-verleden op te rakelen. Zijn gerommel met 5 mei. De man die een Mariakaakje voor zijn gasten al een hele tractatie vond, was falikant tegen een vrije bevrijdingsdag. Dat konden we ons tijdens de wederopbouw niet permitteren, vond hij. Maar Koninginnedag mocht wel. Drees had dan ook niet alleen economische motieven, maar ook politieke. Er was een nieuwe oorlog gaande, de Koude, en de vorige oorlog herdenken betekende eerbewijzen aan de nieuwe vijand, de communisten. Dat wilde niemand en Drees al helemaal niet. In de Tweede Kamer legde de premier haarfijn uit waarom de communisten geen recht hadden op bevrijdingsdag. Als jullie hier de macht hadden, zei hij, waren we nu net zo onvrij als onder de Duitse bezetting. Tja, de jaren 50. Betekent het recept Drees dat wij nu onze moslims niet moeten uitnodigen voor 4 en 5 mei? Dat zou een soort omgekeerde integratie zijn. Ik zie meer in een verleidingsstrategie. Liever insluiten dan uitsluiten. Maar in één opzicht kunnen we aan Drees een voorbeeld nemen. Die precisie. Die heerlijke precisie. Bij Drees had herdenken een inhoud. Zonder wollige woordenbrei, zonder angst een bevolkingsgroep te kwetsen, bakende hij vlijmscherp af waar volgens hem de oorlog over was gegaan. Vrijheid. Vorig jaar riepen enkele Marokkaanse jongetjes op 4 mei, Joden moeten we doden. En ze voetbalden met de rouwkransen. Toch zal de komende dagen een stoet van bekende Nederlanders, dominees, notabelen en wie weet de minister-president, de Tweede Wereldoorlog herdenken met nietszeggende termen. Zoals vrede, wij allemaal samen en tolerantie. Plechtige praatjes, volwazige woorden, daar houden wij van. Ik geef toe, het is niet eenvoudig de Tweede Wereldoorlog in zijn kern te vatten. En zo'n definitie zal altijd controversieel zijn. Maar van twee zaken staat vast dat de nazi's het erop hadden gemunt.
de Joden en de vrijheid. Hoe graag we ook willen dat heel Nederland meedoet, die twee mogen niet ongenoemd blijven. Maar als we ze niet verdoezelen, is wat mij betreft op 4 en 5 mei iedereen welkom. Willem de Withuis. Van vadertje Drees terug naar Jan-Peter Balkenende. In de tijd van Drees was geloof ik nog helemaal niet in de Europese Unie. Ja, de Europese gemeenschap had het toen Europese ook De kolen- en staalgemeenschap was het geloof ik. Ja. Nou, nu zijn het er 25. En u wordt 1 juli voorzitter van de Europese ministerraad. 25 mensen. Ik stel me voor als je zegt, heeft u nog wat voor de rondvraag? Dat je dan een dag verder bent. Hoe kun je aan godsnaam effectief en efficiënt vergaderen met zo'n club? Ja, heeft u gewoon gelijk. Het is een hele grote club. En zeker wanneer je de bekende rondes hebt dat iedereen aan het woord komt, dan duurt het erg, erg lang. Dat betekent dus dat je vergadering op een andere manier moet gaan voorbereiden. En ik denk dus dat je wat af moet van het wat meer traditionele patroon dat je een vergadering hebt. Iedereen zegt een zegje en dan komt er een conclusie. Ik denk dat het verstandig is om juist vooraf nog meer te scannen van hoe liggen de gevoeligheden. En focus de discussie op enkele hoofdpunten. Dan hoeft ook niet iedereen het woord te voeren. Dat is een bepaalde cultuur. Niet iedereen hoeft het woord te voeren? Nee, want soms heb je ook herhalingen. Waar het om zou moeten gaan in internationale debatten, in de Europese Raad bijvoorbeeld, dat is dat je scherpe discussies kunt voeren, dat ook interessante discussies zijn. Niet, laat ik zeggen, het voorlezen van 25 monoloogjes. Nee, zoals bijvoorbeeld vergaderingen van de Tweede Kamer, waar alle partijen zo nodig een zegje moeten doen als eigenlijk alles al gezegd is. Bedoelt u dat ongeveer? Nou, laten we nou niet op het terrein komen van de heer Wijsglas, de voorzitter van de Tweede Kamer. Maar die associatie was u natuurlijk niet helemaal vreemd. Kijk, het is natuurlijk een verschil, want de Tweede Kamer is natuurlijk in de openbaarheid vergaderd. Dat geldt niet voor een Europese Raad, maar het is natuurlijk wel zo, je moet effectief vergaderen. Het moet ook een goede sfeer zijn. Kijk, om die reden. En zijn ze daarvoor in? U bent dus al die nieuwe lidstaten rondgegaan. Ja. Toen heeft u dit ook gezegd, jongens, laten we niet. Nou, ik denk, het is natuurlijk ook wel een breed gevoel dat je zaken anders moet gaan doen. En dat gaan we ook, proberen. Ja. Wat zijn nou volgens u de top 3 van, u moet van alles doen natuurlijk als Europees voorzitter, maar wat zijn de top 3 van dingen waarvan u zegt, dat zal het Nederlands voorzitterschap typeren? Ja. Nou, 1, de zorgvuldige voorbereiding en besluitvorming van de uitbreiding. Want we gaan praten over Turkije, ja, daar komt Roemenië apart op, als het en, goed vindt. En Bulgarije. Ja. Dat is denk ik 1. Het tweede is toch een punt van grote zorg. Hoe kun je zorgen dat de economie van Europa wordt versterkt? Waarom dat de Lissabon-strategie? En dat in relatie met een solide financieel beleid van de Europese Unie. En een derde punt is, hoe kun je de veiligheid in Europa versterken, strijd tegen terrorisme. En dat misschien wel een koppeling met een ander onderwerp dat wij aan de orde zullen stellen, namelijk hoe kun je de waarden in Europa versterken. De waarden, dus de waarden en normen discussie die wij hier in Nederland voor de kiezer hebben gekregen, die gaat heel Europa nu door u worden geëxporteerd. U zegt het veel te negatief. Ik geloof dat de waarden normen discussie juist geweldig op het ogenblik wordt opgepakt in scholen, bij sportverenigingen, in wijk en buurt. Dus ik ben er eigenlijk heel tevreden over. Maar ik zie u al aan één tafel zitten met Berlusconi en dan komt u met de waarden en normen aanzetten. Dat lachen daar. Ik heb in alle gesprekken, nou, dat is altijd goed om te lachen. Dus ja, vooral de Berlusconi geloof ik. Nee, maar serieus, wat ik bedoel is dat in allerlei andere landen, daar zitten ze, maken ze zich helemaal niet druk over het VMBO. Dan zijn ze al blij als ze de corruptie bij de overheid en de maffia onder de knie hebben. We hebben op het ogenblik in Europa een geweldige hoeveelheid euroscepticisme, twijfel. En ik denk dat we op een andere manier tegen Europa aan moeten kijken. En ik heb dus het thema ook in alle nieuwe lidstaten besproken. Trouwens ook met Tony Blair, met Schreuder en met Chirac. Wat merk je nu eigenlijk? Dat en die zeggen, ja, fijn, door een ware discussie. Ja, u doet het badineer, maar zo lag het wel. En niet omdat een waar en norm discussie is, maar omdat er een besef is dat als je praat over de verdere Europese eenwording en de Europese integratie, dat je oog moet hebben voor die dingen die kenmerkend zijn voor de Europese geschiedenis. Vrijheid, verantwoordelijkheid, respect, solidariteit. En dat kan behoorlijke consequenties hebben. En ik heb gemerkt dat er een geweldige belangstelling bestaat voor de conferentie die wij gaan organiseren in het najaar. Over normen en waarden. Over waarden in Europa, values. Komen ze daar naartoe ook allemaal? Nou, laat ik een voorbeeld noemen. Ik had deze week een gesprek met president Chirac. Voor mezelf even lastig, heeft gigantisch druk. Maar hij heeft wel gezegd, Frankrijk zal op hoog niveau vertegenwoordigd zijn bij de conferentie. Tony Blair, zeer enthousiast over het hele idee. En hoe komt dat? Omdat de Europese regeringsleiders er zeer van overtuigd zijn dat we een nieuw dynamisch perspectief voor Europa nodig hebben. Dat we een beetje afstand nemen van Europa alleen een soort economisch wingewest. Ja, ik vind het ontroerend klinken, maar als ik zie dat er foto's worden gepubliceerd waarbij Britse soldaten Irakese gevangenen vernederen, dan denk ik dat er wel een geinig optreden wordt daar op zo'n norm en waarde discussie in het eind van het jaar. Kijk, u noemt nu een voorbeeld. Maar hoe kunt u de afstand
overbruggen tussen zulke grote issues. Ja, een leraar getutoieerd voor een school. Een van de belangrijke punten in Europa van de 21ste eeuw zal zijn: hoe geef je vorm aan solidariteit? Hoe werk je aan een internationale gemeenschap waar mensen zich deel van kunnen voelen? Dus er moet een soort gelijk idee zijn over hoe je met elkaar omgaat. Wilt u dat? Dat betekent dat je oog hebt voor welke landen, welke regio's hebben recht op ondersteuning, welke hebben het niet. Hoe kijk je aan tegen solidariteit ook in financiële zin? Mm-hmm. Hoe kun je zorgen dat de communicatie wordt versterkt? Ander voorbeeld. We hadden het over die conferentie over normen en waarden. Ja. En wat dat moet betekenen voor heel Europa. Ja. Nou, laat ik het tweede voorbeeld noemen. De strijd tegen terrorisme. Dat is een punt van grote zorg bij burgers in Europa. Dat is toch een ander onderwerp? Nee, als je praat over terrorisme, dan is het een kwestie eens van de juridische situatie, maar het is ook een kwestie van wat gebeurt er in het Europa van nu? Hoe kun je zorgen dat mensen gewapend zijn tegen dit soort ontwikkelingen? Hoe kun je zorgen dat er een gemeenschappelijk gevoel is om Europa veiliger te krijgen? Precies dat was de reden om na de Tweede Wereldoorlog te werken aan een Europese Unie, aan een Europese gemeenschap. Maar begrijp ik dat? En dat staat ook op de agenda van die conferentie? Wij gaan natuurlijk praten over de vraag van over welke waarden hebben we het precies? Mm-hmm. Twee, hoe kun je zorgen dat die waarden worden verankerd ook in het bewustzijn van mensen? En de derde vraag zal zijn, en wat betekent dat voor het beleid dat je voert? Ja. En betekent dat eigenlijk dat het vrij verkeer van personen, die V, dat die veranderd wordt door de V van veiligheid? Zie ik dat goed? Nee, want vrij verkeer gaat natuurlijk gewoon door. Maar de veiligheid blijft een heel belangrijke issue. En zo'n thema als vrij verkeer, dat is denk ik ook best een aardig onderwerp. Wanneer je het hebt over hoe de verschillende landen aankijken tegen zo'n principe van vrij verkeer. Het ligt een gevoelig onderwerp. Ja, want er is een oostgrens bijgekomen van een kilometertje of 1000. Mm-hmm. Ook wel bijgenaamd gatenkaas. Ja. En hoe je dat wel wil beveiligen. Is daar een idee over? Er wordt nu hard aan gewerkt, want je hebt inderdaad te maken, dat heeft gelijk, met de nieuwe buitengrenzen. En dat betekent ook dat de nieuwe lidstaten ook zeggen van nou, kunnen we ook wat steun van de Europese Unie daarvoor krijgen. Mm-hmm. En we zijn natuurlijk wel van bewust van als je nu Europa veilig wilt houden, dan begint dat toch met goede controle aan de grenzen. Ja, en die zullen moeten komen ook langs die 1000 kilometer. Ja, je hebt natuurlijk wel logistieke moeilijkheden, maar het feit dat je... Maar dat geldt ook van mensen die in Europa binnenkomen. Het registreren van mensen is ook van belang in verband met die strijd tegen het terrorisme. Die zaak moet wel stevig worden aangepakt. Maar zegt u nu dat is best te doen, zo'n grens daar Ik denk dat wat op het ogenblik nu wordt gedaan aan het beter vaststellen van je buitengrenzen, meer beveiligingsmaatregelen, meer internationale samenwerking, dan gaat de goede kant uit. Ja. Nog even over Europa en dan gaan we verder. Is Bolkestein, wordt hij nou commissaris of niet? Er is nog een lange tijd onduidelijkheid of de heer Bolkestein wel of niet door wil gaan. Ja. Ik heb vorig jaar in een debat in de Kamer ook gezegd dat als je een goede commissaris hebt, dan zeg ik ook alle reden om daarmee door te gaan. Waarom? Je hebt iemand met expertise, hij kent de zaken in Brussel. Dus is ook reden om te zeggen van, meneer Bolkestein, gaat u graag door. Ja, en? Ik vind wel dat de heer Bolkestein dan duidelijkheid moet verschaffen. Dat doet hij niet. Nee, want hij zegt, ik laat het afhankelijk zijn van de keuze van de voorzitter van de Europese Commissie. En dat duurt nog een hele tijd. Ja, en ik vind dat de heer Bolkestein, als hij door wil gaan, ook een ongeclausuleerd ja moet geven. En wanneer? Ik heb binnenkort de gesprekken met hem. En dan moet het gewoon duidelijk zijn. Dan moet de helderheid zijn, want kijk, het speelt ook iets anders. Begint u te irriteren, dat komt het nou, op. Nou, wacht, niets irriteert me. Niets irriteert u zelfs? Nou, nee, maar kijk, dit soort dingen weet allemaal. Het zijn gevoelige benoemingen. En wat wel van groot belang is dat we straks een goede portefeuille krijgen in de Europese Commissie. Nou, als je dat goed wilt regelen, dan moet je zaken goed organiseren. Ja. Moet het per se een VVD'er zijn of... Nee. Mag ook een CDA zijn. De beste, dat zou kunnen, ja. Ja, wie wordt het dan? Zou je willen weten. Ja, graag. Nee. Ik vind het spel met de poppetjes, daar ben ik uiteraard zeer terughoudend in. Ik heb altijd gezegd, een goed draaiend commissaris, die heeft een pre om door te gaan. Goed. Vindt u nog steeds dat de joods-christelijke traditie in de preambule van de Europese grondwet moet komen? Ik zelf vind dat wel als ook wordt verwezen naar andere stromingen. Want wat was mijn kritiek destijds? De waarden van het humanisme, die worden neergelegd in de preambule. En toen heb ik gezegd, als je nu een beeld wil schetsen van de Europese geschiedenis, dan moet je niet alleen het een noemen en het ander niet. Nee, dus u wil dat nog steeds. Overigens, waarom staat het niet in de Nederlandse grondwet? Elke grondwet heeft zo zijn eigen traditie en je moet een onderscheid maken tussen een voorwoord, een preambule en de feitelijke inhoud. Maar waarom is dat niet iets wat in een Nederlandse grondwet ergens te vinden is en vindt u wel dat het in een Europese grondwet zou moeten? Kijk, we hebben te maken met Europa met een veel grotere schaal, met veel landen. Ja. En de vraag is, als je praat over een grondwettelijk verdrag van Europa, wat zijn dan die kenmerkende elementen voor de Europese eenheid?
Nou, wat het zijn of wat zou moeten zijn? Hoe Europa geworden is tot wat het is. En om die reden wordt bijvoorbeeld gerefereerd aan de waarde van het humanisme. Mm-hmm. Ook terwijl ik zeg, de Grieks-Romeinse traditie die komt wel aan de orde. En dan is natuurlijk de vraag, kun je dan voorbij gaan aan die Joods-Christelijke traditie? En dan zijn er twee mogelijkheden. Of je noemt de verschillende bestanddelen, de hoofdbestanddelen van de Europese mm-hmm. geschiedenis. Ja, of je noemt ze niet. Dat is ook, ja. Stel nou, Turkije komt erbij. Wordt het dan de Joods-Christelijke islamitische traditie? Ja. De islam heeft ook bijgedragen aan delen in de Europese geschiedenis. Dus is het antwoord ja, dan wordt het de Joods-Christelijke islamitische traditie? Dat weten we nog niet, want we hebben niet eens de voorstellen daarvoor liggen. U vraagt mij over de Joods-Christelijke traditie. Ja. Met de vraag rond Turkije is natuurlijk, en daar doelt u op, dat is een heel andere discussie. Dan praat je over de vraag, hoort een land dat sterk islamitisch gekleurd is bij een Europese Unie? 86 miljoen moslims. Ja, heel veel. En wat zegt u op die eigen vraag die u net stelde? Hoort het erbij? Eerst even de besluitvorming tot nu toe. In 1990... Ik wil liever eerst weten wat u er zelf van vindt. Ik wil een eerlijke benadering tegenover Turkije. In 1999 is gezegd dat Turkije wordt gezien als een kandidaatlid van de Europese Unie. Dat is in 2002 nog eens herhaald. Dat is één. Daar hebben ze in 1999, heb ik van de ooggetuigen gehoord, 3 minuten over vergaderd. Ja, maar dat was wel de tijd dat, minister-president Kok, minister van Azië, toen Buitenlandse Zaken deed. Ja. Die zijn ook meedragers van dit besluit. Dat heeft Paars laten slabakken. Nee, het gaat erom dat er toen een keuze is gemaakt ten aanzien van Turkije, nadat al enkele decennia met Turkije was gesproken. Ja. Nou, als je nu als Europese Unie zou zeggen van, jullie zijn een islamitisch land, die hoort er niet bij, dan vind ik dat niet fair. Nee. Ten opzichte van eerder besluitvorming. Maar? En dan het tweede. Als je nu praat over Turkije, dan zeg ik, Turkije is een belangrijk land, ook in de hele omgeving. Op het moment dat Europa nu zou zeggen, we wenden ons af van Turkije, dan heeft dat, denk ik, grote interne gevolgen mm-hmm. voor het proces van hervorming. En er is natuurlijk heel veel gebeurd. Dus dat zou een slechte zaak zijn? Dat zou een slechte zaak zijn. En ik maak me ook best wat zorgen over de geopolitieke consequenties. Wat gebeurt er in de regio wanneer Turkije geïsoleerd zou worden van Europa? Dus dan kun je Turkije er beter bij hebben. En dan zeg ik, maar dat is geen vanzelfsprekendheid, want ze moeten wel voldoen aan de gestelde criteria. En precies dat vraagstuk komt aan de orde onder ons voorzitterschap. Ja. En we wachten dus nu tot de Europese Raad of de Europese Commissie met een rapport zal komen over Turkije. En dat zal doorslaggevend zijn. Maar maakt dat voor u uit? Want er wordt vaak heel erg omzichtig gedaan over Turkije. Maar het feit is gewoon dat er 86 miljoen moslims wonen. En dat straks in het Europese parlement, als Turkije erbij komt, zullen allemaal moslims zitten. En de vraag is of je dat prettige bijdrage aan multicultureel Europa vindt, of dat je dat bezwaren tegen ziet. Ook in uw eigen kabinet zijn verschillende opvattingen daarover. Toch is dit geen juist beeld dat u nu schetst. Want u zegt 86 miljoen moslims, alsof dat nu het kenmerkende zou zijn. Ik ben in Turkije geweest. Ik heb er heel veel gesprekken gehad. Nu zien we dat daar een generatie politieke leiders is ontstaan, die duidelijk, en dat is altijd zo geweest, kiest voor de scheiding kerk en staat. Dat is één. Twee, die zeer bezig zijn met de democratie te versterken, de mensenrechten die lange tijd zijn bekritiseerd te verbeteren, om de rol van het leger terug te dringen. Kortom, we zien een geweldig proces van modernisering. Maar dat is een hele rare paradox, want als de rol van het leger wordt teruggedrongen, en het leger let nu erg sterk mm-hmm. op die scheiding van kerk en staat, dan heb je weer de kans dat die scheiding vager wordt. En dan... Ik denk dat juist het behoren bij een Europese Unie, het proces van modernisering, dat krachtiger wordt aangepakt op het ogenblik, dat zal het alleen maar versterken. En op het moment dat de Europese Unie nu nee zou zeggen, vind ik dat riskant voor mm-hmm. de positieve ontwikkelingen daar. Maar zoals gezegd, er moet wel heel veel worden gedaan, want dat is de andere kant van het verhaal. Ik schets nu de positieve dingen. Je hebt wat vrijheid van godsdienst in Turkije, maar praat eens met iemand van een hele kleine protestantse gemeenschap in Istanbul, dan krijg je ook de nodige kritiek. Ja. Nou, het gaat mij om eerlijk spel tegenover Turkije. En dat is volgens mij ook de beste benadering van het hele vraagstuk. U wilt een bindend persoon zijn voor de Nederlandse samenleving. Ik weet niet precies hoe erover wordt gedacht, maar zou het een idee zijn om er in Nederland tegen die tijd een referendum over te houden, of Turkije erbij kan of niet? Ik zelf ben geen voorstander van referendums, maar dat hangt samen met de visie dat ik vind dat de besluiten in het parlement moeten worden genomen. Ja. Ik ben voor de vertegenwoordigende democratie. Maar u zou voor dit onderwerp geen uitzondering willen maken? Andere landen doen het wel, hè? Maar dat hangt samen met de traditie of een land wel of geen referenda kent. En we hebben in Nederland nu eigenlijk voor het eerst een discussie over een referendum. Dat betreft het grondwettelijk verdrag moet dat al dan niet worden onderworpen mm-hmm. aan een referendum. Nou, dat zal waarschijnlijk komen. Dat is een initiatief vanuit de Kamer geweest. Dat is wel genoeg geweest wat u betreft. Zo zeg ik het niet. We zullen zien of er initiatieven zijn. Maar als je mij vraagt, voel je van een referendum, zeg ik nee. Maar dat zou ik ook zeggen over andere onderwerpen. Goed. Zullen we het over Irak hebben? Gaan we daar weer naartoe?
We zitten er. Ja. En we hebben als kabinet gezegd van wij gaan op dit moment ook niet terug. Want sommige landen zeggen van we gaan daar weg. Laat ik misschien eerst dit maar eens zeggen. We hebben deze week de week van de, ik kwam even aan de orde, 4 en 5 mei. Ja. Tweede Wereldoorlog. Binnenkort hebben we D-Day, 6 juni. Dan denk je toch terug aan de tijd van hoe hebben we onze vrijheid nu bereikt? Dat hebben we bereikt doordat ook de Amerikanen, de Canadezen en anderen ons hebben geholpen. Maar vindt u dat te vergelijken met hoe het nu in Irak gaat? Nee, maar ik weet u, als ik zie de massagraven, want dat hebben we ook gezien, de beelden, nadat Saddam Hussein was verdreven, dan zie je wel een land dat heeft gezucht onder een dictator, jarenlang. Als je dat op je laat inwerken, dan zeg ik, er moet nu worden gewerkt aan de opbouw van het land. De mensen moeten weer een normaal leven kunnen hebben. En vindt dat Nederland daar een rol in moet spelen? En dat betekent dat de internationale gemeenschap zich niet zomaar moet gaan afwenden. De vraag of Nederland zelf doorgaat, dat hebben eens en een ander maal gezegd. Daar gaan we de komende weken over spreken. Ja. Spreekt u daar ook over met de belangrijkste oppositiepartij, Partij van de Arbeid? Het is altijd zo dat wanneer je missies hebt in andere landen, dat het van belang is dat ook de oppositie kan meedoen. En uiteraard zullen we bij de besluitvorming natuurlijk goed luisteren naar het parlement. En we moeten kijken hoe het kabinetsbesluit is. Maar wanneer je praat over internationale betrokkenheid, is het van belang dat de PvdA mee zou doen. Mm-hmm. Tenzij de PvdA op voorhand zou zeggen van ja, het is voor ons genoeg geweest. Ja, lijkt wel zo, hè? Dat hoor ik steeds zeggen. Ja, nou, en dat speelt niet mee dan? Wij zullen altijd proberen een belangrijke partij als de PvdA te overtuigen als het zover mocht komen. We hebben graag de steun. Maar zij moeten ook mogelijk maken. Men zal ook open moeten staan voor argumenten. En als men op voorhand zou zeggen van ja, voor ons is het nee. Ja, dan zullen we eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Ja. Maakt u zich nog wel zorgen over de legitimiteit van deze oorlog eigenlijk? Ik bedoel, er zijn in Amerika hoorzittingen over hoe heeft dat kunnen beginnen terwijl er helemaal geen massavernietigingswapens zijn? Zou dat voor Nederland ook een goed idee zijn? Ja, u noemde al eerder de opmerking die de heer Van Acht had gemaakt. Ja, de heer Van Acht heeft gezegd, we zitten daar onwettig. Ja, en dat is een discussie die eigenlijk vorig jaar ook al is gevoerd. En ik herinner me heel goed de betogen van minister Rob Scheffer. Ik heb het zelf ook gedaan. Wat was de grondslag voor de militaire interventie, voor de oorlog? Dat was dat Saddam Hussein zich niet heeft gehouden aan die bekende resolutie 1441. Ja, maar met de gedachte dat er massavernietigingswapens waren verborgen in dat land. Het is zo dat Saddam Hussein jarenlang de resoluties van de Verenigde Naties aan zijn laars heeft gelapt. De wapeninspecteurs die er waren, die zijn weggestuurd. En ik weet nog heel goed, vorig jaar, de heer Blix, die kwam met een lijst vragen, 126 vragen, die zijn zonder antwoord gebleven. Maar ik weet niet of u de heer Blix de laatste tijd nog wel eens heeft zien optreden, want hij heeft een heel boek geschreven over die geschiedenis. Die is bepaald niet enthousiast over de legitimatie van die oorlog. Het had niet moeten gebeuren, vindt u? Het blijft zo dat de ratio destijds was, de achterliggende reden, dat was die bekende resolutie 1441. Ja, meneer Balkenende, er is nu een heleboel veranderd. Ze zijn namelijk niet gevonden, die massavernietigingswapens. En er is een oorlog ontstaan waar het voorlopig het einde niet van in zicht is. En mijn vraag is alleen maar, staat u er nog steeds achter dat dat een goede reden was om te gaan? Wat iets anders is, wie er nu blijven of niet? Ik heb destijds gezegd, 1441 is de grondslag ervoor en dat zeg ik nog steeds. U heeft daar geen enkele gevoel van, we hebben dat verkeerd gezien. Omdat de bewijslast destijds duidelijk lag bij Saddam Hussein, hij is daarin tekort geschoten. En toen is vervolgens heeft die militaire defensie plaatsgevonden. Ja. Zou het niet handig zijn voor de publieke opinie als er hoorzittingen plaatsvonden in het openbaar, waardoor iedereen kan weten op welke gronden we daar naartoe zijn gegaan? Er zijn heel veel debatten nu geweest over Irak. Ja, maar dat zijn toch iets anders dan hoorzittingen natuurlijk. Nee, maar wanneer we praten over is het parlement geïnformeerd? Ja, het parlement is geïnformeerd. Alle stappen van het Nederlandse kabinet zijn ook steeds gewisseld in het parlement. De redenen zijn ook steeds aangegeven waarom dit is gebeurd. En dat lijkt me eerlijk gezegd ook goed dat het zo gelopen is. En u vindt het feit dat allerlei prominenten, Van Acht is er één van, maar we hebben Britse diplomaten, ex-diplomaten die tegen Blair zeggen, loop nou eens niet zo achter Amerika aan, want het wordt te gek, dat kun je zo niet meer maken. Powell die heeft zelf toegegeven dat achteraf moet je eigenlijk zeggen, nou dat was toch geen goede reden om te gaan. Bij u geen enkele wijziging van inzicht? U vraagt mij, is het wettig geweest? Ik heb het juridisch kader aangegeven, dat is nog steeds relevant. Het tweede is dat we ons op het ogenblik zorgen moeten maken over de verdere ontwikkeling van Irak. En ik hoop dat de internationale gemeenschap en ook de Verenigde Naties zich betrokken zullen blijven weten bij de ontwikkelingen in het land. En natuurlijk is het zo dat er veel discussies zijn. En dat begreep ik ook. En natuurlijk heeft iedereen zijn twijfels over allerlei zaken. Maar ik vind wel dat we de discussie op de goede manier moeten voeren. En als de bewijslast destijds lag bij Saddam Hussein en hij heeft gefaald, dan moet je ook oppassen om de bewijslast nu plotseling bij anderen te gaan leggen. Dat is één. De tweede is,
waar dat er geen wapens zijn gevonden. Maar de vragen van Blix die zijn er nog wel steeds. En dat baart me zorgen. U denkt toch niet dat ze nog eens een keer gevonden worden? Ik weet het niet, want als er 126 vragen zijn. Van, kijk, Saddam Hussein heeft honderdduizenden mensen om het leven geholpen. Hoe lang zitten nu al die troepen niet in Irak? Ja. Ik bedoel, het is toch niet logisch dat er nog iets gevonden wordt? Als nu vorig jaar de inspecteurs van de VN daar zijn. En die stuiten op tal van vragen die geen antwoord krijgen. Dan zeg ik wil wel een keer weten hoe het met die antwoorden zit. Goed. Hartelijk dank. Beviel het een beetje? Het was goed om hier bij u te zijn. Maar dat is altijd zo. Ik weet niet of dat een compliment is. U zou het misschien vaker moeten doen. Om iets van uzelf te laten zien. Ik wacht uw volgende uitnodiging af. Goed, dank u wel. Een prettige zondag nog verder. Dit was Buitenhof voor vandaag. U kunt uw meningen en opinies en commentaar kwijt op onze website www.buitenhoftv.nl.